gamers van YouTubers en welkom weer op een server, een nieuwe server, denk ik. Dit is Euromagic en dit is een server waar twee bestaande pretparken op te vinden zijn, waaronder Torp Park. Dus dat park gaan we als eerste behandelen deze serie. Nooit gezien. Ja, dit is een park in Engeland. Het andere park is trouwens Alton Towers, maar dat komt als we hier klaar zijn. Ja, maar dat twee video's of wat? Nee, maar we doen eerst gans deze, dit pretpark en dan Alton Towers. Je kunt mij de maar kussen. Beide parken hebben, zien er wel goed. Zeker de moeite waard om naartoe te gaan, dat zou ik wel eens willen doen. Maar ja, het is in Engeland, dus niet even de deur. Jens, dat is een goed idee, we kunnen samen eens doen. Maar de weg ken ik hier niet. Ik ken het pretpark wel, ik ken een paar attracties daar, maar de weg ken ik niet. Heb je auto al verbonden, Danny? Ja. Dus we gaan een beetje rondlopen. Hier hebben we een waterglijbaan, dus die kunnen we als eerste doen. Ja, die gaan we treffen, kom op Danny. Dipped Church. En het coronavirus staat eronder, zijn. En je weet welk leverancier dat heeft gemaakt, hè? Ja. Oh, hier is een Daniel. Er zijn in ieder geval modellen hier. Kijk, ze zien er best goed uit. Kijk, van die bootjes, we zullen tegen elkaar racen. Weet welke kwaliteit. Wacht. Nee. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Yeah, oké, daar gaan de andere bootjes. Je krijgt altijd een natte ruit van deze glijbanen. Inderdaad. Vooral die van Bellewaerde, die is recht over. Ja, die. Dat is niet normaal hoe nat dat die is. We zullen maar beginnen met de deze. Als we de ingang vinden. Ja, dat zijn ook weer zo'n mooie buiten. Ja, dit is. Zoiets wordt die waterglijbaan van Ice Age. Ja, maar groter. Nee, ongeveer zo goed. Weer zo'n smalle wachtrij waar hij met zijn dikke pens niet tussen geraakt. Jongen, dat ga ik, jij hebt het ook gemaakt, jongen. Ja, dat is zo van die ronde rubberen bootjes. Waar dat je met van een glijbaan afgaat. There we go. Met die ringworst. Met die ringworst, zegt hem. Ik vind dit wel redelijk raar laat zien, al die kleurtjes. Ja. Dit ga ik in ieder geval niet doen, dus dat past er niet bij. En daar een track van Prismarine blokken. Beetje raar. Wow. Ja, nou is een particle. Maar dat zijn precies blauwe sneeuwballen. Ja. En dat drupt hier ook fucking hard, gelijk als in dicht. Ja, dat is allemaal lek. Wordt een natte. Ja. Maar het is een kleine, die draait niet eens. Ja. En aan het einde ga je nog een beetje alvarend voets. Oh ja. Oké. Okay. Dit zijn van die glijbanen van Whitewater. Ziet er wel tof uit. Ik vind het nog altijd jammer dat Bobby Holland die Bobby Drop heeft weggehaald. De welke? Ja, zoiets als dit, die Bobby Drop. Ah, met dat reuzenrad, met dat rad zo. Ja, dat is wel ruwe. Bobby Drop, daar kunnen we wel iets van vinden. We zullen daar eens gaan zien. Ja, die frisbee ziet er. Als een frisbee gaat die wel nice zijn. Ja, het is niet echt een frisbee, het is iets anders. Allee, het komt op een frisbee neer, want het is zo geen heus frisbee. Er zijn er twee of wat? Ja, zo. Rush. Wat is het? Het achterdeel. Dat is curieus. Ja, dat is meer een kermisattractie, hè? Ja. Is er muziek hier, hè? Ja. Ja, een countdown, joh. Wow. Oh, deze gaat naar voren en de andere gaat naar achter. Ja, ik denk dat dit over de kop gaat gaan. Dat is meer een schommel. Ja, we hebben die over de kop gaan, waarschijnlijk. Leuk ding. Als dat over de kop zou gaan. Dan mogen ze dat wel eens in een van de. Ah, daar staat nog een frisbee. Dat is waar. Ja, dat is die mini frisbee, heb ik gezien. Ja, daar aan mijn kant. En ook een groot meer.
Nee, die gaat niet over de kop, deze. Ga eens wat informatie opzoeken over deze attractie. Dit is echt wel iets uniek, mensen. Ik heb dit nog nooit eerder gezien in een park. Allee, zo in Minecraft toch niet? Op een kermis heb ik dit wel eens voorbij zien komen, denk ik. Ja, maar ik heb het nog nooit in Minecraft gedaan. Oh, oh, what the fuck, er is een Enterprise staan. Ja, nice. Aha, wij zijn niet de enigste dus. Nee, niet meer. Maar dit is wel een nieuwe park van ons. Ja, de server is niet oud, denk ik. Oké. Ik zal hier weggaan, mensen. We zullen naar Colossus gaan. Dat is waar op Colossus, alsjeblieft, voor ik een nijdermail. Colossus. Ik sta vrij traan op de track. Even zien wat voor een attractie dit is. Daar is hem. Oh, wat is het? Het is een... Ah, ik kan niet van voor zitten. Ah, nu wel. Is het een hypercoaster ofzo? Oh, we krijgen een bril op ofzo. Ah nee, laat maar. Ja, wel een rare trackkeuze, hè? Ja, die heb ik niet geleverd. Juist wel. Jij gebruikt iron blokken als track, hè? Wat doe ik zees? Word ik een animal. Oh, oh, we zijn er aan beurt, jongens. Oké, we zullen direct merken wat het is. Colossus. Oh, daar is een dive coaster. Ah, dat is die Eurofighter. Ah, dat is dan dive coaster was. Oh, zie je, die gaat stijl omhoog. Ah, ja. Hola. Ja, looping, wow. Wat een product. Een Intamin achtbaan dus. Ik wil jammer dat ik mijn kop gestoten heb. Ja, een stalen achtbaan is het meer. Maar ja. Moet je daar niet achter zoeken. Die foto was nice. Van Intamin is, ik denk, zo'n beetje gelijk als Blue Fire, maar dan zonder lancering. Ja. Wow, ja, dubbele... Oh nee, een drie dubbele inline twist, jongen. Nee, vier dubbele, hoho. Amai. Ja, Bobby Holland heeft er ook even de twee maximum, zeker. Ja. Oh, nog één, jongen, wauw. Maar jongen, ik word er zot van. Oh, check die remmen. Die breaks, ja. Die remmen, jongen. Ja. En nu wachten we op de... Ja, what the fuck. Oké, droog. Ah, Jens. Ah, ik zie hier ook de shot and drop staan, vlakbij. Daar zie ik nog een ingang. Dus... Wow! Dus dat zullen we volgende video direct doen. Zo. Dit is echt top, jongen. Ah nee, dit is de shot and drop hier. Allee, hij vertrekt juist. Nee. What the fuck. Hopla, ik zie dat er net een slot in Daniel Dover is. Oké, okay, volgens mij is het een shot and drop. En geen val. Ja, eikel. Oh, hier. Eikel. Ik zit net even nu met Danny. Eikel. Oh Danny, he cannot break free. It is alive. En yo, de bliss. Volgens mij is dit gewoon een valto. Ah nee, laat maar. Hij is echt een valto. Wel een lage dans, hè? Dan ze zijn daar precies nog bezig hier rechts van ons. Ja, dat is een rij dat ze aan bezig zijn. Nee, het is gewoon een kleine valtoren, gelijk als die van Slagharen. Maar zo'n valtoren van 40 meter hoog. Zeg, als die begint te... Dat is echt, zoiets wou ik nooit doen. Ja. Je trekt dat dit rommel is. Van welke bouwer is dat in? Die van Slagharen... Van wie is die van Slagharen? Een mega drop door, amai, zo mega is hem anders niet, hè? Ja. Van mensen. Ah, van de Fabri groep. Inderdaad, mensen. En volgende video zijn we terug met meer rides. Ja, dit was Stoker Park voor de eerste keer. Tot volgende video hier in Engeland. Ciao. Laters.